Kelvin, jij begon vandaag de race. Ja. Hoe ging dat? Ja, het begon eigenlijk vrij goed. Ik had een goede start. Ik kon Pinfried net niet inhalen bij de start, maar ja, ik nam wel genoegen met P3. Goede eerste ronde en toen bij de Audi S pakte ik hem buiten om. Dat was een mooie actie, P2. Maar ik kon de snelheid van Pim moeilijk bouwen, want die loods was gewoon echt een stuk sneller. Dus ik heb het een paar rondjes kunnen volhouden, maar op een gegeven moment gaf ik het gewoon op en liet ik hem gaan. Ik denk, probeer gewoon erachter te rijden. Nicky zat vrijwel dicht achter me en het gat bleef vrijwel hetzelfde. En ik maakte toen een foutje en toen zat Nicky in één keer ook op mijn bumper. Toen zette Nicky me tussen, waar ik hem niet helemaal had verwacht. En toen raakten we elkaar en toen pakte Marien ook gelijk mij bij de Marlboro. Daardoor was mijn race eigenlijk een beetje klaar, want Marien die verloor wat olie. Ik denk dat het bestuurbekracht in de olie was, want ik hoorde al erover dat ze daar een probleem hadden. Nou, ik gleed alle kanten op, dus gelukkig nog dezelfde positie kunnen houden, vierde, vijfde plek. En toen heb je Joris gewoon perfect afgemaakt en uiteindelijk nog tweede geworden. Dus mooie afsluiting van het seizoen. Kelvin zegt het al, perfect afgemaakt. Toen jij instapte, had je toen ook al het idee van ik ga richting het podium rijden of niet? Nou, het was wel het doel natuurlijk. Ik kreeg twee hele goede linker banden, nieuwe banden. Daar heb ik wel profijt van gehad. Ik zag Ricardo ook voor mij rijden. Dat geeft je een mooi eikpunt om naartoe te rijden, of niet naartoe te rijden, maar wel met z'n tweeën het gat een beetje zo te houden. We reden wel naar de top 2 toe, dus de Camaro lag toen volgens mij nog eerste. En de Lotus van Correuzer die lag tweede. Ik zag ze steeds vaker in beeld komen. Helaas zag ik Ricardo op een gegeven moment met een lekke band. Of in ieder geval brak er iets af, een van de twee. Dus ja, dan lig je derde. Dan hoop je dat je naar voren kan rijden en die Camaro nog kon pakken. Want inmiddels had Cor de Camaro al ingehaald. Max had echt problemen met zijn banden. Gaf mij het voordeel dat, omdat wij nog zeker een goed setje hadden, in ieder geval een actie te plegen. Eén keer geprobeerd, we raakten elkaar een klein beetje, wat ervoor zorgde dat er weer een gaatje ontstond. Maar een half rondje later zat ik alweer op zijn bumper. En zeker op het achtste gedeelte van het circuit had hij het zwaar. Daar waar echt veel bochten zijn. En ik kon ernaast zetten en hij zei ook net in de interview bij hem dat hij zoiets had van, nou ja, ga er maar voorbij, want dan kan je toch niet meer houden. Dus dat zorgde ervoor dat ik nog één rondje had om richting Cor te rijden, maar dat lukte niet. Cor was gewoon lekker snel en we zorgden ervoor dat we toch nog tweede zijn geworden. Goed resultaat en zoals Kelvin net al zei, een mooi einde van het seizoen. Hopelijk dat we dat door kunnen zetten naar het volgende seizoen.